31 mei aanstaande hopen we weer onze familiedag te hebben. De voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. Maar we willen het ook voorbereiden op de avonden die daaraan voorafgaan door onze aandacht te laten gaan over het thema van deze dag. Ik ben de opstanding en het leven. De trouwe bezoekers weten dat we elk jaar nog zo'n thema gehad hebben uit het Johannesevangelie van die ik ben woorden. Dat zijn woorden van de Heer Jezus Christus. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de goede herder. En nu dit jaar, ik ben de opstanding. We zeggen dus niet, ik geloof in de opstanding en het leven. Ja, dat doe ik ook, natuurlijk. Als ik niet in de opstanding zou geloven, dan zou de Heer Jezus ook niet zijn opgestaan, zegt Paulus. En dan zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. En wij geloven ook in het leven. Maar dat wordt geopenbaard in een figuur, in een gestalte, in hem die het middelpunt van de schrift is. De evangelische omroep wil graag omroep met de Bijbel zijn, maar het is niet de omroep met een boek. Het wil de omroep zijn die de Heer Jezus Christus verkondigt, die het aan iedereen duidelijk maakt, mensen, hij is de getrouwe, hij is de zijnde. Hij is dezelfde. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Hij is de opstanding. Alles getuigt van dood in deze wereld. En het schijnt wel alsof de krachten der duisternis het laatste woord hebben. Maar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En dat zegt hij in de buurt van een graf, waar alles van de dood getuigt. En nou komt het erop aan dat die woorden tot ons doordringen. En je kunt er zo over spreken dat je in het dood spreekt. Het gaat erom dat de kracht van de Heilige Geest komt en dat door die woorden heen de Heer Jezus Christus op ons afkomt en dat we gaan ontdekken, Hij is dood geweest, maar Hij leeft, Hij is opgestaan en Hij geeft ons het echte leven. En ja, daar hebben we nu zelf niet over te beschikken, we hebben het niet in onze macht, we stellen voor zo'n dag een thema aan de orde, we willen graag samen luisteren naar het woord van God. Maar we hebben het wel nodig dat we samen bidden om het licht en om de kracht van de Heilige Geest, opdat de woorden nu en ook straks zo levend zullen worden dat ze doordringen in onze levens. Ergens in Nederland staat een hek waarop de woorden staan, leef nu. Het is later dan u denkt. Dat kan verschillend uitgelegd worden. Dat zou ook kunnen betekenen, pluk de dag, lever maar op los. Je hebt nog maar kort tijd. Maar ik weet, omdat ik de mensen ken die het er bewust opgezet hebben, dat het betekent, leef nu, grijp nu dat leven, nu je er nog bent. Want de tijd is maar kort. Jezus komt spoedig terug. En zijn wij dan bereid? En daarom komt het erop aan, dat waar en hoe ook, we hem leren kennen. Die voor onze zonde gestorven is, die de dood overwonnen heeft en die het leven van ons leven wil zijn. God zegene u en schenke ook u dat leven.